Van de nieuwe collega. En zoals te doen gebruikelijk vraag ik mevrouw Leijten tot het uitbrengen van verslag namens de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Het is nogal een overgang, voorzitter, maar voor de heer Krul een niet minder belangrijke dag natuurlijk. De commissie voor het onderzoek voor de geloofsbrief heeft de stukken onderzocht die betrekking hebben op de heer H.M. Krulte den Helder. En de commissie is tot de conclusie gekomen dat de heer H.M. Krulte te den Helder terecht benoemd is verklaard tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De commissie stelt u daarom voor hem toe te laten als lid. Daartoe dient hij wel eerst de ede, zoals zijn voorgeschreven bij de wet beediging ministers en leden Staten-Generaal van 27 februari 1992 staatsblad 120 af te leggen. Tot slot stellen wij u voor het volledige rapport in de handelingen op te nemen. Dank. Ik dank de commissie voor haar verslag en stel voor dienovereenkomstig te besluiten. Al dus besloten. Ik verzoek de leden en de overige aanwezigen in de zaal en op de publieke tribune, voor zover dat mogelijk is, te gaan staan. De heer Krul is in het gebouw der Kamer aanwezig om de voorgeschreven ede af te leggen. Ik verzoek de gevier hem binnen te geleiden. De door u af te leggen ede luidde als volgt. Ik zweer dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer trouw aan de koning, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Ik zweer dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt, getrouw zal vervullen. Zo waar helpt mij God Almachtig. Dank u wel. Dan wil ik u feliciteren met onderdeel te zijn van deze Tweede Kamer. Ik schors de vergadering voor een enkel moment, zodat u de felicitaties in ontvangst kunt nemen.